In 2050 moet de CO2-uitstoot met 80% tot 95% zijn gedaald ten opzichte van 1990. Dat zegt minister Kamp van Economische Zaken in het energierapport dat gisteren is verschenen. Maar hoe moet dat bereikt worden? Welkom bij Uitgelicht. Bij mij in de studio Eimert Melwijk, directeur van GroenPand. Meneer Melwijk, hartelijk welkom. Dank. Ja, uw organisatie, uw bedrijf, die verduurzaamt panden, bedrijven. Maar gisteren is dus dat rapport van minister Kamp. Wat staat er nou precies in dat rapport? Nou, wat er eigenlijk staat is dat we hele grote doelen hebben voor 2050... Dat er dus 80% tot 95% minder CO2 is. Precies, dat is een beetje de hele economie op zijn kop moet. En er staan wel wat manieren om dat te doen. Maar er wordt niet echt gekozen hoe we dat nou exact gaan aanpakken. Dus wat er eigenlijk staat is best wel een hoge visie, een vergezicht. Maar voor de rest staat er nog niet zozeer hoe we dat dan gaan doen. Of dat hij zegt, ja. Nou, dit is de manier. Dus dit zijn de plannen, of dit is onze doelstelling. Maar hoe we dat gaan doen... Dat zien we nog wel. Ja, hier moeten we met z'n allen naartoe. En hoe we daar komen, daar zijn misschien wel heel veel wegen die naar Rome leiden. En daar gaan we nog niet echt in kiezen. Maar dat is toch vreemd? Ja, dat is inderdaad vreemd. Waar men toch op dit moment heel erg op wacht, zijn nog technieken die er nu nog niet zijn. Innovaties waarvan we nog niet kunnen voorspellen wat dat zullen zijn. En daar wordt op gewacht eigenlijk. Dus wat we nu doen, en dat doet Nederland eigenlijk al jaren, is een beetje uitstelgedrag vertonen. Dus we weten net bijvoorbeeld dat het klimaatakkoord in Parijs is afgesloten. We moeten met z'n allen duurzamer. Maar op dit moment vindt men het te duur. Dus laten we nog maar eventjes wachten. Dat doen we eigenlijk niet. Kan je wachten tot je ons weegt. Waarschijnlijk wel. En dan is het eigenlijk zo dat de minister zegt, ja, wie dan leeft, wie dan zorgt. Want straks is het opeens 2030. Het leven gaat snel, misschien 15 jaar verder. Dan zijn we daar al. En dan is er misschien nog steeds heel weinig gebeurd. Ja, maar als we kijken naar de verduurzaamheid, hoe duurzaam is de energie die we opwekken? Nu is dat 5,7%. Dat moet al in 2023 16% zijn. Dus precies. Bijna verdrievoudigd. Ja, we moeten een enorme slag slaan. En daarvan zien we ook wel van, ja, als je over 7 jaar bijvoorbeeld windenergie of grootschalige zonne-energie wil gaan doen, dan moet je daar gisteren al mee begonnen zijn. Want dat heeft namelijk best wel een tijd nodig voordat je een vergunning hebt, voordat je de materialen hebt. En als we nu zo het lijntje doortrekken, dan gaan we die doelstelling waarschijnlijk niet halen. En dan is dat nog maar een paar procent. Hè. We willen dus naar 80-90% reductie 20 jaar verder. En dat wordt steeds lastiger. Dus wat eigenlijk de grote vraag die erachter ligt, hebben wij het met elkaar ervoor over om echt aan milieubehoud te gaan doen? En zijn we bereid om daar een deel van de kosten voor te nemen? Zijn we bereid om Nederland er iets anders uit te laten zien? Ook dat zal het zijn. Op dit moment is ons... Maar dat is voornamelijk de vraag, is de overheid daartoe bereid? Ja, of moeten wij daar als samenleving ook toe bereid zijn? Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat wij die overheid en de politici kiezen. En als wij met z'n allen het signaal af zouden geven van, nou, wij zijn daar met z'n allen wel toe bereid, dan zou dat wel zo moeten zijn. Maar het zal moeilijk zijn. Je hebt bijvoorbeeld, ik kom zelf uit Utrecht. Dan mag je sinds kort daar niet meer met een oudere auto de binnenstad in. Er is ongelooflijk veel kritiek op en misschien ook wel terecht. Maar dat is een manier om te zeggen, oké, we gaan met elkaar minder uitstoten in de binnenstad. Nou, zo zijn er heel veel verschillende manieren. Maar de kous zal altijd enigszins wringen. Ja. En gelukkig is er hoop. Ik ben zelf dagelijks bezig met het vergroenen van panden. We zien dat wij huizen en kantoren soms met 90% in hun energie af kunnen laten nemen. Dat bespaart ongelooflijk veel geld. Dus er is heel veel mogelijk, maar je moet het willen met elkaar. Ja. Je moet eigenlijk elke dag op pad zijn om iedereen individueel te gaan overtuigen. Maar zijn die doelstellingen, die cijfers en die percentages, is dat realistisch? Ja, het is of was realistisch. Het realistisch? Nee, het is realistisch. In principe zijn de technieken om het te bereiken, zijn er. Het is wel zo dat we op dit moment hele goedkope energie uit Saudi-Arabië, et cetera, kunnen halen. De vraag is of dat in de toekomst nog steeds zo is, of goedkoop gas uit Rusland. We zijn zeer afhankelijk van fossiele bronnen die goedkoop zijn, maar ook heel instabiel. En we zullen, als we die 80-90% minder CO2 willen uitstoten, zullen we naar veel meer duurzame opwekking moeten gaan. Daarvoor moeten we investeren. Ja. Dat kost geld, terwijl we het heel goedkoop inderdaad uit Saudi-Arabië of Rusland kunnen halen. Dus dan is de investering het wel waard? Nou, het is in ieder geval de investering waard voor het milieu. Het is ook zo dat we die fossiele energieprijs, die zijn nu toevallig eventjes laag, maar die kunnen zomaar omhoog schieten als er weer een oorlog bijvoorbeeld uitbreekt ergens. Dus we zijn zeer afhankelijk van andere landen. Nou, daar willen we vanaf.
En we weten ook, als wij klimaatverandering tegen willen gaan, en dat is toch een van de grotere redenen waarom we naar duurzame energie toe moeten en naar energiebesparing toe moeten, dan hebben we daar nog een paar maanden of een paar jaar de tijd voor. Als wij in 2030, 2050 in de benen komen en dan misschien eens een klein beetje gaan beginnen, dan is er al ongelooflijk veel kwaad geschied. En dat is dan in onze levensperiode, in onze verantwoordelijkheid. Wij zijn nu als burgers, kunnen we een actie ondernemen en die hebben we dan voorbij laten gaan die tijd. Ja, ja. Minister Kamp zegt, we gaan in gesprek met de samenleving. Hè? We hebben de doelstellingen zijn er, maar er zijn geen plannen. We gaan in gesprek met de samenleving. Ja. Hoe realistisch is dat? Ja, eigenlijk is het een beetje, we leggen de vraag bij elkaar neer. De samenleving legt de vraag bij sterke politici neer. Die zeggen, geef maar aan wat we moeten doen. En de politici leggen de bal terug. Ja, maar geef jullie maar aan wat we moeten doen. En dan krijg je een hele rare leiderschapsdiscussie. Ja, want in het energierapport zelf staat ook dat er een onderzoek is geweest dat de burgers ook vinden dat die verantwoordelijkheid bij de overheid ligt. Ja. Dat is een rare paradox. Ja, maar het moment dat die overheid de verantwoordelijkheid neemt door duurzame energie te realiseren, bijvoorbeeld vergunningen voor windenergie af te geven. Ik ben zelf ontzettend groot voorstander van zonnepanelen, maar met zonnepanelen zullen we het niet alleen kunnen redden. Er zullen ook andere vormen samen plaats moeten vinden. Dan zijn die burgers tegelijkertijd tegen. Ja. Nou, mijn persoonlijke Want ze willen geen windmolen in de tuin. Ze willen geen windmolen in de tuin. Nou, mijn persoonlijke overtuiging is dat we met z'n allen veel te veel gefocust zijn op duurzame energie opwekken en veel te weinig. Het is vandaag de koudste dag van het jaar. Er wordt ongelooflijk veel miljoenen kubus gas worden door Nederland heen gestookt vandaag. We zijn eigenlijk nog heel weinig bezig met zorgen dat we minder gaan gebruiken. Nou, dat is een wat minder gaaf thema, want het liefst willen we met z'n allen opwekken. Maar er ligt in Nederland nog een waanzinnige opgave door simpelweg minder te gaan gebruiken. We hebben straks in een aantal decennia hebben we de gasbel in Slochteren hebben we er doorheen gestookt met elkaar in onze huizen. Nou, daar moeten we naar alternatieven toe werken. Dus het is niet alleen hoe gaan we het verduurzamen, hoe gaan we duurzaam de energie opwekken, maar ook hoe kunnen wij minder gaan verbruiken. Absoluut. En hoe kan dat dan? Hoe kunnen we minder gaan verbruiken? Nou, bijvoorbeeld door, we zijn nu gewend om met gas onze huis te verwarmen. Maar er is ook een mogelijkheid om een warmtepomp te plaatsen. Daardoor gaat je elektriciteitsrekening iets omhoog. Er komt een soort kastje aan een muur te hangen buiten. En door daar elektriciteit doorheen te genereren, kan je daar warmte opwekken. Ik zal niet op de techniek ingaan. Maar het is dus mogelijk om je gasrekening daarmee zo'n 70% omlaag te brengen. Nou, dat zijn wij dagelijks aan het realiseren. We hebben deze winter zien we de resultaten. En we zien dat die gasrekening spectaculair kan dalen. Nou, dat is een mooie manier om simpelweg een energiebesparing. Onze huizen zijn nog ontzettend slecht geïsoleerd. Ik liep hier net hier naartoe. Ik zie zoveel huizen waar als je daar een warmtescan op zou geven, zoals een beetje alle warmte gaat gewoon door de glazen, door de muren, door de bodem, door het dak, gaat naar buiten toe. En dat in een tijd waarin we zo schaarse grondstof hebben. Dat gaat enorm veel geld kosten. Om al die huizen, die jaren 60 huizen, die na de oorlog opgebouwd zijn, uit de grond gestampt zijn haast, in de jaren 50. Om die allemaal te gaan isoleren. Het zal op korte termijn geld kosten. Het is wel zo dat uiteindelijk verdien je dat terug. Sommige dingen verdien je al 3-4 jaar terug. Dus dan moet je wel even iets meer betalen. Maar daarna is je energierekening ook lager. Nou, wij in Nederland geven we miljarden uit met elkaar aan per maand 100, 150, 200. Een zakelijke partij, een bedrijf, vaak wel 1000 of 2000 euro per maand. Dat gooi je als het ware over de balk naar energieleveranciers. Als je dat nou eens terug zou pakken, als je dat eens oprij, wat zou ik nou de komende 3 jaar aan die energieleverancier geven? En als ik dat nou eens vandaag zou investeren, dan zie je heel vaak dat het eigenlijk wel meevalt, die investering. Maar zet dat dan zoden aan de dijk als ik zonnepanelen op het dak leg en mijn huis verduurzaam? Dan, ik ben de enige in de straat, de rest die stookt vrolijk verder. Ja, nou, dat is ongeveer hetzelfde argument. Waarom zou ik gaan stemmen? Ik ben toch maar 1 van de 16 miljoen. Je bent wel 1 van de 16 miljoen. En ja, het maakt zeker een verschil uit. Want er zullen vast meer kuikers zijn die zelf al zonnepanelen hebben. Daarvoor kan je elektriciteitsrekening soms gewoon naar 0 gaan. Je hebt gewoon letterlijk 0 gebruik aan het eind van het jaar. Maar als we dan kijken naar het plan van er is eigenlijk geen plan, hè, van de minister. Dan zijn dit hele kleine initiatieven als er mensen zonnepanelen. Dan zou je denken, de minister moet toch daad bij het woord voegen en daar zelf met plannen komen. Ja, het zou een soort masterplan moeten komen. En wat mij betreft mag dat ook echt nog wel een stap scherper. Ondanks dat hij zich daar misschien in sommige kringen impopulair mee maakt. Ik denk het belangrijkste ambt van een politicus, maar ook vooral van een leider. En om welke kring dat ook is, of het in een kerk is, of in een bedrijf, of in de politiek. Je moet voor de troepen uit durven lopen. En je moet ook daarmee kritiek durven oogsten. Mijn persoonlijke opgave is, waar ik zelf elke dag mee bezig ben, is te zorgen dat wij in ieder geval alle gebouwen in Nederland, zouden we gewoon al in 10 jaar tijd zo'n 80% energie kunnen besparen.
Wat mij betreft kunnen we ook zeggen, vanaf 2025 moet je je gebouw gewoon een stuk energiezuiniger gemaakt hebben. Anders staat daar een boete op. Ja, dat heb je dan nog 10 jaar de tijd gewoon voor. Gewoon de straf erop zetten. Maar heb je wel 10 jaar de tijd voor. Dus niet morgen, maar vroeg van tevoren aankondigen. Zeg, hey, je hebt er alle tijd voor. We gaan je helpen. We gaan je misschien wel helpen met de financiering. Ja, met subsidies of iets. En samen gaan we het realiseren. En het is absoluut mogelijk. En waarom zegt de minister niet gewoon van, we gaan alle kolencentrales sluiten? Er zijn net 3 nieuwe centrales gebouwd. Waarom worden daar nog vergunningen überhaupt voor uitgegeven? Ja. Nou, het is in Nederland zo dat het heel belangrijk is voor bedrijven dat als ze investeren, dat ze een stukje zekerheid krijgen. Nou, ik ben helemaal geen voorstander van kolencentrales, dat voorop staan. Maar als je net een kolencentrale gebouwd hebt, dan hebben die bedrijven, die moeten min of meer uitgekocht worden. Ik vind dat we dat moeten doen. Ze moeten kunnen zeggen van, hey jongens, ik weet dat jullie net 1 miljard hebben geïnvesteerd in een kolencentrale. Dat is verschrikkelijk veel geld. We kunnen ook niet bij deze zeggen, nou, hij mag niet open. Maar daar zullen we als samenleving wat geld voor op moeten brengen. En dat zal ons inderdaad geld gaan kosten. En de energiemaatschappijen hebben ook al aangegeven dat ze daar best toe bereid zijn, toch? Ja, maar dan hebben ze wel een briefje bijgeschreven. Daar willen we wel ruimte heel goed voor gecompenseerd worden. Dus het is niet zo dat zij vrijwillig zullen zeggen, nou, wij gooien die centrales wel dicht. En overigens is dan natuurlijk wel de vraag van, we kunnen alle fossiele energiecentrales wel dichtgooien, maar dan gaat hier het licht uit. Ja. Dus we moeten tegelijkertijd aan energiebesparing en aan veel meer duurzame opwek gaan realiseren. Nou, lang verhaal kort te maken, ja, we zullen flink moeten investeren. Het is gelukkig mogelijk en dat is niet een theorie, maar dat is al de praktijk. Zelf hebben we vanuit GroenPand hebben we al de afgelopen jaren panden energie-neutraal gemaakt. En die mensen die wonen nu in een energie-neutraal huis of in een energie-neutraal kantoor. Het kan al. Ja. Nou wordt er wel eens gezegd kerncentrales. Dat is een hele zuinige manier van energie. Ja. Maar ja. Daar kleven ook wel nadelen aan. Daar kleven absoluut nadelen aan, inderdaad. Het grote probleem is natuurlijk het kernafval wat we daarmee genereren. Het is CO2, technisch gezien, is het veel beter. Dat moeten we wel gezegd. Misschien nog wel beter dan een zonnepark of een windpark. En met 1 centrale levert veel meer energie op dan een zonnepaneel of een windpark. Ja, maar tegelijkertijd, de reden waarom wij daar vanaf moeten, is dat wij willen gewoon geen rotzooi achterlaten voor onze kinderen. En dat zijn op dit moment, onze hele economie, ons hele systeem is erop geënt om rotzooi achter te laten. En daar moeten we vanaf. En volgens mij moeten we niet de ene rotzooi inruilen voor de andere rotzooi. Ja, dat is een beetje een stukje zorg voor de schepping, zoals we dat meekrijgen vanuit de Bijbel. Absoluut. Wij zijn rentmeesters. En we leven in een ontzettend welvarend land uiteindelijk. We hebben heel veel mogelijkheden. En het zou toch wel waanzinnig zijn dat we met al die welvaart het niet voor elkaar kunnen krijgen om in ieder geval de wereld een stukje beter achter. We zouden het een stukje beter achter moeten laten in plaats van een rotzooi achter te laten. En dat is wel wat er nu aan de gang is. En door zo'n rapport wat nu net uitgebracht is, ja, kan je toch een klein beetje het vertrouwen erin verliezen soms. Dat je denkt, ja, als we niks durven zeggen met elkaar en alle opties open willen houden, dan wordt het niks. Ja. Dus wat mij betreft leiderschap. Leiderschap, dat is het belangrijkste. Verwacht u dat die doelstellingen gehaald gaan worden als minister Kamp of een opvolgende minister op deze manier doorgaat? Nou, de technieken zijn er. De mogelijkheden zijn er, de geld is er ook voor. Dus ja, ik verwacht wel dat het gehaald zou moeten kunnen worden. Maar er zal er wel echt met een andere manier hier naartoe naar gekeken moeten worden. Er zullen wel politici op moeten staan die meer durf tonen. En zeggen, nou jongens, als je het echt niet mee eens bent, stuur me dan maar naar huis. Maar dit is gewoon wat er moet gebeuren. En als we dat in 2050 willen halen, dan moeten we ook echt vandaag beginnen. Want het is niet zo dat als we in 2030 beginnen, dat je dan even binnen no time de boel nog kan veranderen. Ja, en dan 95% minder CO2-uitstoot. Betekent dat heel het land vol staat met windmolens? Nou, het zal zeker voor een deel uit wind moeten komen. Ik ben ook groot voorstander van zon. Wij plaatsen iedere dag grote zonneparken en zonnepanelen op huizen. Maar het zal ook van aardwarmte moeten komen. Tot op heden halen we gewoon met een groot schip uit Saoedi-Arabië onze olie. Dat is voorbij. We gaan uit wind, uit zon, uit aardwarmte, uit biomassa. We zullen ze allemaal in een soort brede energiemix nodig hebben. Dus het is niet een kwestie van ben je voor zon of voor wind. Nee, je zal ze allebei nodig hebben. En minister Kamp moet leiderschap gaan tonen. Absoluut. Heel erg bedankt voor uw komst naar de studio en voor uw uitleg. U, heel erg bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Uitgelicht. Tot dan.